Afgelopen zaterdag won Sparta Nijkerk met 5-1 van Zwift. Twee hoofdrolspelers van die wedstrijd, Jesse Buitenhuis en Frank de Voert, zometeen blikken terug op die wedstrijd. En we kijken natuurlijk even vooruit naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen streekgenoot SSC Putten. Maar laten we beginnen met jou, Jesse. Afgelopen zaterdag niet alleen met 5-1 gewonnen, maar je eerste competitiedoelpunt gemaakt voor Sparta Nijkerk. Dat is een moment om niet meer te vergeten. Nee, ik denk niet snel vergeten. Nee, dat is wel, daar zit je lang naar op uit te kijken. En als je dan erin ligt, dan is het wel een heerlijk gevoel, ja. Je krijgt steeds meer speelminuten van de trainer. Dat bevalt jou, denk ik wel. Ja, het is natuurlijk het is fijn om steeds even in te vallen en gewoon zoveel mogelijk minuten mee te pakken. Want als je 4-1 voor staat en je komt erin, is het natuurlijk fijn dat je dan gewoon de kans krijgt om je te laten zien. Nou, hoe dicht zit je tegen de basis aan? Nou ja, als ik een beetje realistisch blijf, denk ik nog niet dat ik heel erg dicht tegenaan zit. En trouwens scoorde iedereen een hele goede voldoende, denk ik, afgelopen zaterdag. Maar het gaat wel steeds beter. Ik denk dat ik ook mezelf steeds meer aan het ontwikkelen ben. En, misschien dat het eind van het jaar dat ik dan nog dichter tegenaan zit. Maar ik moet niet te ver vooruit kijken, denk ik. Ik vind het al, van tevoren had ik eigenlijk al niet gedacht dat ik zoveel erbij zou zitten en zoveel minuut zou maken. Frank, de laatste twee thuiswedstrijden, twee keer een hat-trick. Mogen we dat zaterdag weer verwachten? Ik hoop het. Ik denk dat we zaterdag een lastige wedstrijd tegemoet gaan. Putten, daar hebben we wel nog wat tegen recht te zetten van 2 jaar geleden. Maar Putten is een hele stugge ploeg die het ons lastig gaat maken. Dus, je moet er 2 maken zaterdag om halverwege 1-op-1 te lopen. Ben je daarmee bezig? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Het is het belangrijkste voor mij momenteel is dat de punten pakken. En wie ze dan maakt, dat maakt me niet zoveel uit. Maar ja, persoonlijk kun je wel laten zien dat je de ploeg beter kan maken. Dan heel kort vooruitkijken naar aanstaande zaterdag. SSC Putten, wat verwacht je daarvan? Ja, dat is een streekderby, hè? En dat vind ik altijd wel leuk. Als ik hem kijk, vind ik het wel leuk. Maar ik hoop weer dat ik even mag invallen. En dat ik dan weer mijn bijdrage kan leveren. Jullie hebben het in het verleden ook al een aantal keer lastig gehad. Daar ben je zelf ook een paar keer bij geweest. Waarom is dat? Waarom hebben jullie het zo moeilijk tegen Putten? Ja, ik denk dat Putten die gooien ontzettend veel strijd in zo'n wedstrijd. En dat is ook echt hun kracht. Ik denk dat ze dit jaar voetballend wel beter zijn geworden ook. Dus dat ze zullen ons ook wel voetballend gaan proberen te bestrijden. Ja, ze worden die trainer daar compleet opgenaaid een week lang. En hun seizoen is geslaagd als ze van ons winnen. En wat ik al zei, 2 jaar geleden hebben we 3 keer tegen ze gespeeld. 1 keer vriendschappelijk, toen speelden ze helemaal zoek. En hier thuis gelijk spel in de laatste minuten en daar een dramawedstrijd. Dus, Hoe belangrijk is het resultaat van zaterdag voor de tweede competitiehelft? Ik denk heel belangrijk. We hebben nu laten zien dat de nieuwe trainer 2 goede wedstrijden op de mat hebben gelegd. En als we wat willen, dan zal het zaterdag echt wederom de eerste stap zijn in de goede richting. Als we nu winnen, dan worden de gaten net wat kleiner en dan ga je goed de winterstop in. En dan moet je het daarna afmaken. In de winterstop worden ook altijd de contracten verlengd en nieuwe spelers gepresenteerd. Speel jij je laatste seizoen bij Sparta? Ik heb geen idee. Er is wat interesse her en der. En net vandaag met Sparta gesproken. En ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Heb je nog een boodschap voor Amanda en Jollo? Amanda en Jollo? Nou ja, dat ze een borst nat mogen maken. En dat ik zo vast... Dat ik jammer voor ze vind dat ze verloren hebben. Kappen, niks meer aan doen.